We staan hier in het Tialf-stadion. Jullie zijn hard aan het trainen voor het nieuwe schaatsseizoen. Gaat het allemaal goed? Ja, gaat hartstikke goed. Komend weekend hebben we het Nederlands kampioenschap en ik voel me goed. De training ging net heel erg goed, dus ik denk dat ik er wel klaar voor ben. En de laatste keer dat we je spraken nam je een nieuwe auto in ontvangst van Koops Furnace, de Land Rover Evoque. Hoe bevalt de auto? Ja, het bevalt super. Ik bedoel, het is echt een hele mooie auto om te zien natuurlijk. En het is een hele fijne auto om in te rijden. Het heeft heel veel rijcomfort. De stoelen zitten super lekker. En ik heb een automaat en ik moet zeggen dat het gaat hartstikke top. Ik zit te genieten in de auto en op weg naar trainingskamp kom ik helemaal niet gebroken aan. En dat is natuurlijk wel een grote pre. Dus ik ben alleen maar lof voor deze auto. Al veel kilometers in gemaakt? Ja, al 15.000. En vandaag zijn de winterbanden eronder gezet. Rij je elke winter met winterbanden? Ja, elke winter met winterbanden. Sowieso is het in Duitsland verplicht en we komen veel in Duitsland. En het is natuurlijk een stukje veiligheid en ik vind wel dat je het echt merkt. Dus ik vind eigenlijk wel dat ze net zoals in Duitsland moeten ze het in Nederland ook gaan verplichten dat je iedereen winterbanden heeft. Want in Nederland is de afgelopen jaren natuurlijk ook vaak genoeg slecht weer en sneeuw en koud, veel regen, glad. Dus ik vind het wel een must voor iedereen eigenlijk. Oké, nou heel veel veilige kilometers en succes dit schaatsseizoen. Dankjewel. Koops Furnace is automotivated.